graag uw aandacht voor een van onze all-time favorites. Gekochte journalisten. De auteur Udo Ulfkotte werkte jarenlang bij een van Duitslands grootste kranten, de Frankfurter Allgemeine. Hij kwam daar in aanraking met praktijken die het daglicht niet kunnen verdragen. Journalisten bleken zonder probleem voor geheime diensten te werken, lieten zich vetteren met lange snoepreizen naar Amerika en lieten vergaande invloed van overheden toe in hun schrijfwerk en waarover ze wel en niet schreven. Hij kreeg spijt van zijn werk, nam ontslag en schreef Gekochte journalisten. Dit boek stond 3 jaar lang achter elkaar in de top 10 van Duitsland, tot groot ongenoegen van het hele media, boeken- en bladenkartel en de geheime diensten. Een paar jaar geleden overleed Ulfkotte aan de gevolgen van zijn werk. Veel te jong en zo belangrijk geweest voor de ontmaskering van de mainstream media. Kijk voor meer informatie op www.deblauwetijger.com/winkel. Dank u wel. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer en over 2 dagen is er een hele grote demonstratie op het Malieveld tegen de spoedwet, de noodwet van Hugo de Jonge. En daarover praten wij vandaag in de studio met de organisatie, een van de organisatoren, en dat is Ferdinand van der Neut. Dankjewel. Ferdinand, van harte welkom in Groningen. Leuk dat je hier komt om te vertellen wat er zaterdag gaat gebeuren en waarom het moet gebeuren. Want het is natuurlijk belangrijk om om iedereen mee te krijgen die hier naar kijkt. Ja, zeker. Dat zeg je goed, iedereen. Ja. Dit gaat echt iedereen aan. Dit is niet zomaar een wetje wat voor een bepaalde doelgroep is of een beperkt segment in de samenleving raakt. Ja. Dit raakt ons allemaal. Ja. En dat bewustzijn mag echt groeien, want we zien dat er veel te weinig aandacht aan wordt gegeven. Ja. En dat mensen ervan schrikken als ze zien wat er allemaal in staat. En wij delen zelf ook die wet met onze achterbannen. Ja. Het zijn 14 pagina's, dus jij kan er misschien ook onder je video zetten. Ja, gaan we dan delen, dat is goed. Als je daarin leest hoe vaak daar ministeriële regeling in staat, hoeveel de minister zelfstandig mag bepalen zonder dat het parlement daartussen kan komen. Ja, dan schrik je. Ja, hè? Ja, dat is echt schrikken. Ja. Ja. Het is echt bijna terzijdestelling van de grondwet als je het leest wat er allemaal mag. En, ja. Dus die veiligheidsregio's krijgen ook steeds meer macht. Ja. Die trekken echt nog veel meer bevoegdheden naar zich toe. Die kunnen al heel veel zelf en dat wordt eigenlijk alleen maar meer ook. Hè? Ja, ja, en de minister kan zelfs bevelen geven aan de burgemeesters. Dat staat erin. Ja. Dus hij is echt een soort dictator. Ja, het is een heel raar woord om te zeggen in Nederland, maar dat staat er gewoon. Hij mag bevelen geven aan burgemeesters en die moeten ze opvolgen. Ja. En als je kijkt naar artikel 58S, dan staat daar een soort carte blanche om te doen naar eigen inzicht. Ja. En dat is in onze ogen zeer crimineel zelf. Ja. Want als jij de grondrechten van mensen inperkt, moet je daar heel concreet in zijn. Heel specifiek omschrijven waar je kan inleveren op die grondrechten en wat dan de voorwaarden zijn. Yeah. En niet met een carte blanche. Nou, 58S geeft een carte blanche. Yeah. Als die bovenstaande artikelen niet voldoen, mag die minister naar eigen inzicht nog allerlei andere maatregelen treffen. En dat deed hij notabene. Deze wet die is dus eigenlijk in het leven geroepen om de eerste noodtoestand die uitgeroepen is. Ja. En waar zoveel kritiek op kwam, ook van hoogleraren staatsrecht en die daar echt veel van weten en die de regering erop aanspraken van je kunt dit niet zo permanent gebruiken, deze uitzonderingstoestand. Ja. En dan wordt er even een nieuwe wet bedacht die er juist tegenin gaat en een schepje erbij op doet en het permanent gaat maken. Ja, nou ja, kijk, in mijn ogen, stel in een persoonlijke situatie. Ja. Iemand doet jou een voorstel. Bijvoorbeeld €10.000 ga je lenen aan iemand. Ja. En hij stelt een contractje op. Helemaal goed. Over een jaar krijg je terug. En we doen 5% rente. Ja, denk ik, oké, prima. Mm-hmm. Maar dan lees je de kleine lettertjes en dan staat er, ja, die termijn van een jaar, die kunnen we gewoon gaan verlengen naar eigen inzicht. Ja. Mag die persoon zelf doen. En dat bedrag van die rente kan ook zelfstandig aangepast worden. Ja. Nou, wat denk je dan? Ga je dan zeggen tegen die persoon van nou, pas het toch even aan? Ja. Of denk je nou van, ik vertrouw jou niet meer, ik ga geen zaken doen met jou? Nee, dat gaat helemaal in tegen de aard van een contract. Ja, het is gewoon niet legitiem, het is niet betrouwbaar. Ja. En als mensen dit zoiets voorstellen en dan in de herkansing met dit fotje aankomen,
die mensen mogen niet meer aan de leiding staan. Mm-hmm. Dat is wat al deze groepen ook bindt. Ja. Van, wat gebeurt hier in godsnaam? Ja. Dit is crimineel, dit mag gewoon mm-hmm. niet. Deze mensen mogen we gewoon niet vertrouwen. En ook al is het onbekwaamheid, dan nog mogen ze aftreden. Want dit mag gewoon, deze mensen mogen gewoon niet meer aan de leiding staan. Dit mag je gewoon niet, überhaupt niet bedenken. Nee, dit mag je niet bedenken. Ja. Dat je het lef hebt om zoiets in te dienen, ja, dat is... Maar we zien dat er überhaupt een grote verschuiving is, hè, in de manier waarop de overheid zich opstelt naar burgers. Ja. En dat ze er gewoon ver over het maximale neerleggen en eisen. Ja. En dan met heel veel tegenspartelen en demonstraties, dan doen ze wat water bij de wijn. Ja. Zogenaamd, zodat ze uiteindelijk uitkomen op datgene wat ze eigenlijk willen. Precies, dat heet het contrastprincipe. Ja, als je het boek van Robert Caldini leest, Influence. Ja. Je stelt iets extreems voor. Ja. Mensen komen in protest. Je vlakt het af. Ja. Je noemt het afvlakken. Ja. Daar komen we straks nog wel op terug. Maar het is toch een hele kwalijke werkwijze. Heel kwalijk. En het is heel gebruikelijk. Bedrijven doen dat. Ja. Salesmensen doen dat. Ja. Politiek doet dat en burgers... Blijkbaar doet de politiek dat ook. Absoluut, ja. Dat blijf je terug zien komen. Ja. En dan denken mensen, oh, we hebben impact gehad. Ja, nee. Je bent erin getrapt. Ja. Dus dat was nooit het plan. Ja. Al was je daar niet tegen ingegaan, waren ze nog blijer geweest. Maar dit is uiteindelijk inderdaad gewoon altijd het doel geweest. Ja. Want als je ook naar de aanpassingen kijkt, is het lachwekkend wat ze hebben aangepakt. Ja, want D66 die doet nu zogenaamd wat, die gaat het niet steunen, de quarantaine voorschriften. Ja. Maar heeft dat impact ten opzichte van de echte maatregelen die ertoe doen, denk je? Ja, goede vraag. Ik vraag mij af wat de oppositie nou precies voor oppositie voert in de Tweede Kamer. Als je over een gecontroleerde oppositie wil praten, zou ik daar mijn vraagtekens bij zetten. Want waarom is er in godsnaam nog geen motie van wantrouwen ingediend? Het kabinet Rutte valt telkens. We zitten nu in Rutte 3. Hoe kan het dat dit nog niet het geval is? Dit is de meest extreme periode ooit. Ja. En de minst transparante periode ooit. Wet openbaar het bestuur doen we even niet aan. Als je vragen stelt over bepaalde zaken, word je gelijk voor gek verklaard. Weet je, hoe kan dat? Ja. En waarom wordt er geen motie van wantrouwen ingediend? Terwijl ze in interviews zeggen die oppositieleden de mooiste dingen. We staan aan de kant van het volk. Nou ja, maar laat het zien in de Kamer dan. Dat klopt, en dan heb je het over, ook over zogenaamde dissidenten in bepaalde partijen. Pieter Omtzigt, maar ook mensen van de SGP. Daar zou je toch wel meer weerwerk van verwachten. De SGP zit niet in de coalitie, maar die blijven op bepaalde vlakken wel heel erg stil. Ik zeg altijd tegen mensen van kijk gewoon naar de output van iemand en niet naar iemands woorden. Ja. Mijn woorden kunnen zo mooi zijn. En je trapt zo in woorden en in zijn charisma. En, weet je trapt daar niet in. Ja. Dit zijn gelouterde, doorgewinterde mensen. Ja. Politici, zakenmensen. Weet je. Bill Gates kunnen we het ook nog wel over hebben. Ja. Ja. Maar kijk gewoon naar iemands output. Kijk daarna wat de consequenties zijn van iemands woorden en van iemands acties. Gaat hij daar geld aan verdienen? Wat zijn de belangen op de achtergrond? Mm-hmm. En kijk daar gewoon naar. En als je nou naar die Tweede Kamerleden kijkt, mooie woorden. Mooie praatjes, weinig daadjes. Mm-hmm. En daar gaat het om. Ja. Weet je, wat manifesteer je nou echt? Ja. En daar zitten wij met z'n allen grote vraagtekens bij. Ja. Nou ja, goed, er zijn de afgelopen tijd natuurlijk twee hele bizarre verbanden naar boven gekomen. Hè. Dat is de broer van de coronagezant Feike Sijbersma. Die in Duitsland een belangrijke rol of functie heeft in dat bedrijf wat de vaccins maakt. Ja. En de broer van minister Hugo de Jonge, die dat in Nederland schijnt te hebben. Ja. He, maar zo zijn die verbanden legio. En het hoeft niet over de broer en de zus van te gaan. Maar, nee, het is gewoon een slechte film. Er zijn gekke dingen aan de gang, ja. Mensen met vijf petten op. Ja, in een film heb je een beter script waarin het spannender is en meer verborgen zit. Hier is het gewoon in your face. En niemand schreeuwt moord en brand. Ja, onze meer dan 40 groepen inmiddels. Wij zien dat, wij staan er tegenop. Ja, daar gaan we het zo ook over hebben, over de groepen die erachter staan. Maar dat, want dat is natuurlijk heel mooi. Je had natuurlijk viruswaanzin, dat werd viruswaarheid. Ja. Die zijn demonstraties gestart. Maar nu zijn er echt zoveel groepen bij aangesloten dat het helemaal niet meer over de viruswaarheid gaat, maar echt over een brede... Ja, dat is ook een missie die wij voor ogen hebben. Ja. Om aan de media en aan de mensen te laten zien van het is niet alleen viruswaarheid. Nee. Het is niet alleen Willem Engel die een clubje mensen om zich heen heeft verzameld. Nee. Terwijl, dit zijn inmiddels meer dan 40 groepen die in ons collectief zitten, die hier tegenop staan. Ja. Dit zijn
groepen, de meeste daarvan, zijn pas een paar maanden oud. Die zijn pas net ontstaan. Die hebben allemaal mensen verzameld, allemaal lokale groepen van heel het land. Ja. Van wat gebeurt hier? Die moeten we iets tegen doen. En je ziet die behoefte aan verbinding en om samen iets te doen. Want ja, los van elkaar sta je machteloos. Ja. Dus daarom de handen ineens slaan. En nou, wat al die groepen bindt, zijn drie zaken. We noemen ons ook het ABC. Okay. Dus het was eerst gewoon het collectief. Ja. Dus we hebben er algemeen burgercollectief van gemaakt, ABC. Aha. Dat is gelijk ook een knipoog naar wat wij nou precies willen. Ja. Dat vragen mensen ook van, ja, wat willen jullie nou? Jullie zijn allemaal tegen. Nee, we zijn ergens tegen in principe. Wij zijn voor een eerlijke nieuwe wereld. Ja. Waarin je vrije, open debatten kunt voeren over dingen. Waarin een eerlijke media is. Nou, om daar te komen zien we dat er een aantal obstakels zijn. Nou, dat is ons ABC'tje, zeg maar. We zien in eerste instantie dat het RIVM faalt. We zien dat het kabinet faalt. En we zien dat de media faalt. Dus ABC. RIVM, kabinet, media. Nou, RIVM faalt aan meerdere kanten. We zien dat aan de kant van de boeren, vaccins en corona. Nou, bij de boeren ligt het zwaartepunt bij de FDF vooral. Ja. Aan de vaccinkant ligt het zwaartepunt bij Stichting Vaccinvrij. Ja. En aan de coronakant ligt het vooral bij viruswaarheid. Maar ik zeg vooral, want er zit veel meer nog achter. Ja. Nou, aan de kant van de vaccins is interessant om te weten dat het RIVM heeft 2 jaar geleden geclaimd dat vaccins bewezen veilig zijn. Nou, Stichting Vaccinvrij heeft gezegd, kom erop met dat bewijs, laat zien dan. Ja. Nou, dat ligt nu al 2 jaar. Ze hebben inmiddels 10 WOB-verzoeken, wet openbaar bestuurverzoeken ingediend. Echt? En het komt maar niet op tafel. Ja. RIVM heeft zich niet aan de protocollen gehouden. Maar datzelfde zie je bij de boeren. Dat RIVM ook eigenlijk nauwelijks of niet de data ter beschikking wil stellen. Ja. Rekenmodellen zijn blackboxen. Ja. Het is alsof ze een buienradar-app hebben. Ja. Die zegt dat het regent en ze steken een paraplu op. Maar het is niet alleen de boeren kijken, ja, er zijn een paar wolkjes. Ja. Maar, weet je, dat is het boerenverstand wat ontbreekt. En wat het RIVM doet, is allerlei berekeningen maken en modellen. Terwijl ze niet meten naar wat er nou echt gaande is. Hè? Dus die buienradar-app van, ja jongens, het regent, want de app zegt het. Terwijl de boeren gaan te kijken van, joh, waar heb je het over? Mm. Weet je, dat is wat gaande is. En dat is ook met hoe we in deze lockdown-situatie terecht zijn gekomen. Mm-hmm. De modellen zeiden zus en zo. Nou, wat is er van terechtgekomen? Helemaal niks. Wereldwijd is dat gewoon niet uitgekomen, die horrorscenario's. Mm. Nee, dan gaat het over IC-capaciteit. Yeah. Nou, ja. Oké, prima, er is echt al wat aan de hand. Maar laten we daar dan zorg aan dragen. Laten we daar dan de miljarden in steken. In plaats van dat we miljarden aan de KLM geven. Bovenop 90%. Ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Bovenop 90% NOW-regeling. Ja. De boeren mogen kapot vanwege het milieu. Maar de KLM, super vervuilend, krijgt allemaal geld en nog 4 miljard erbovenop. Ja, maar het is bovendien is het gewoon een soort van, ja, het is een facilitair bedrijf, de KLM. Maar het is helemaal geen essentiële infrastructuur voor Nederland. Het is een kwakkelend bedrijf. Schiphol zou je nog een soort van essentie voor Nederland kunnen toedichten. Maar KLM helemaal niet. Ja, nee. Het is gewoon folklore natuurlijk. Ja, niet de boeren zijn die folklore, maar de KLM is folklore. Ja. Ik bedoel, die blauwe vloot die waren altijd zo. Is ook mooi, hè? Die vliegtuigen en dat logo. En het bestaat 100 jaar, echt schitterend. Alleen, het is natuurlijk al lang van Air France. Ja. Waarom gebeurt dit? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, wij zeggen ook altijd, het is op z'n zachtst gezegd, is het gewoon onkunde wat hier gebeurt. Je mag heel veel vragen gaan stellen straks, als we dit hebben rechtgezet. Ja. Waarom is het gebeurd? En nou, wij vermoeden dat er ook zaken van corruptie aan het licht gaan komen. Aha. Dus op zijn minst is het onkunde. Ja. Maar je ziet sterke tekenen van belangenverstrengelingen en corruptie. En nou, weet je, we willen niet op de zaken vooruitlopen. Eerst bij de feiten blijven. Spoedwet van tafel. RIVM ontkrachten. Want daar zitten dus experts waar we met z'n allen naar moeten luisteren. Het kabinet loopt er blind achteraan. De maatschappij in Nederland wordt naar de rand van de afgrond gedreven op basis van wat die experts zeggen. Ja. Niet bewijzen. Ja. Het is niet een bewezen onderzoek of zo, dat afstand houden of mondkapjes. Ja. Dit, we kunnen niet anders. Dit is echt, jongens, we moeten dit anders. Gaan we helemaal naar de knoppen. Dat is helemaal niet zo. Zij zeggen een advies. Dat geven zij. Dat is hun mond. Maar de bewijzen zijn er helemaal niet. Ja, maar goed, je zag we hadden de veiligheidsexpert Gert-Jan Ludde 2 maanden geleden in de studio hier. Hij legde eigenlijk uit, dat was een heel
broodnodig verhaal, want niemand weet hoe die veiligheidssituatie in Nederland geregeld is. En er zijn een aantal platforms waar dat allemaal geregeld is. En de belangrijkste daarvan, eigenlijk, of een van de vier belangrijkste posities, is die burgemeester Bruls van Nijmegen, want die is voorzitter van die veiligheidsregio's. Ja. Maar die, daar bleek eigenlijk uit dat hij vond dat die, de werkelijke leiders van de veiligheidsregio's, dat die te weinig aan bod kwamen en dat er te veel gedicteerd werd vanuit het RIVM. Ja. Maar nu zie je dat eigenlijk zo'n Bruls in Nijmegen nog een stapje verder wil gaan dan RIVM. En gewoon eigenlijk met die hele zwik mee praat. Ja. He, dus dat het niet eens een dictatuur van de experts is, maar dat er ook die, ja, de werkelijke machtspotentaten, om het zo maar te zeggen. En dat zijn eigenlijk ook Schouten en Hugo de Jonge en Mark Rutte. Ja. Maar dus ook zo'n burgemeester Bruls, dat die het maar wat mooi vinden om, om de permanente noodtoestand ter beschikking te hebben. Nee, kijk, daar haal je iets moois aan. Het gaat ons ook niet zozeer om de poppetjes. Ja. Kijk, dat is een tussenstap. Ja. Je ziet dat het ook in de mens zelf zit. Maar is het niet een veel breder in die hele politieke institutionele laag? Is dat niet zelf het probleem geworden onderhand? In plaats van alleen het erfgoed? Ja, we mogen echt gaan nadenken over de systemen die we hebben opgebouwd. Ja, als je ook in de politiek ziet, de ene partij wil zieltjes winnen en de andere partij wil zieltjes winnen, want iedereen wil de grootste worden. Ja. Nou, hoe kunnen die nou ooit het met elkaar eens worden in een debat? Terwijl je wilt toch juist het land verbroederen en er samen een succes van maken. Maar hoe het systeem is opgezet, is het in essentie al tegen elkaar. Want ze willen allemaal groter worden. En dat zit ook in de mens zelf. Ja. Dus we mogen ook allemaal naar onszelf gaan kijken van wat zit er allemaal in jou aan ellende en ego-stukken en waar jij allemaal in wil uitblinken en bevestigingen nodig hebt. Mm-hmm. En dat zijn allemaal onbewuste dingen die nou een rol spelen. En dat zie je nou bijvoorbeeld bij die burgemeester van Nijmegen. Je ziet het ook in bedrijven. Hoe er misbruik wordt gemaakt van de situatie. Nee, wat ik net zei, onkunde, corruptie. Echt niet alles is corruptie. Dus er is gewoon heel veel onkunde en onbewustheid in. En mensen die gewoon in hun eigen context kijken, eigen gezin, druk en weet ik het allemaal. En die denken, ja, dit is voor mij de beste keuze. Zo moet ik kijken. Ja. Maar als je dan iets breder kijkt van, oh wacht, mijn acties hebben gevolgen voor veel meer mensen, ga je toch ineens anders nadenken. Maar dan word je ineens bang van, ja, oh shit, ben ik dan in mijn eentje zo gek die tegen de publieke opinie ingaat? Ja. Maar als je dan nog wat verder kijkt, dan zie je ineens dat er heel veel groepen aan het opstaan zijn. Heel veel mensen bewust zijn van, dit kan niet wat hier gebeurt. Nou, onze demonstratie overmorgen is daar een mooi voorbeeld van. Mm-hmm. Die groepen komen samen ook om te verbroederen en te verzusteren. Om aan elkaar te laten zien van, jongens, we staan niet alleen. We kunnen elkaar bekrachtigen. En we gaan samen deze nare situatie oplossen. We gaan hier samen doorheen komen. Ja, ja mooi. Ja. Tegen die hele druk van bovenaf. Ja, ja, kijk, ik denk, de verschillen in mening zijn ook vooral door verschillen in informatie. De een heeft informatie zo, de ander heeft informatie zo, plus nog wat andere informatiebronnen. Mm. Alleen, die worden maar niet door de media breed belicht. Ja. Het is toch van de zotte dat je in de media wordt belachelijk gemaakt als jij vragen stelt over vaccinveiligheid. Mm-hmm. Dat is toch van de zotte. En dan word je antivaxxer en allemaal dingen. Ja, gelijk antivaxxer word je genoemd. Ja, gelijk. Ja. Maar als je nou gewoon even rustig naar de feiten kijkt. Ja. Iets van 10 jaar geleden hadden we de Mexicaanse griep. Ze hebben voor tientallen miljoenen vaccins besteld. Meerderheid ervan weg moeten gooien. Chemisch moeten vernietigen, want het kan niet zomaar in het milieu terechtkomen. Nee, maar het is veilig. Ja. Ja. Het deel is wel gebruikt. Allemaal heeft hartstikke veel letsels opgeleverd. Ja. Waaronder 1200 permanente letsels. Zo. Waar nu miljoenen claims voor worden uitgekeerd. Voor een griep die niet eens is uitgebroken in Nederland. Ja, zo. Nou ja, goed. Ja. En dan zijn we nu en dan ben je een gekkie als je vragen stelt over de veiligheid van vaccins. Ja, dus dat is informatie zo. Ja. Ja, vaccins hebben ook heel veel ziektes uitgeroeid. Ja, prima. Ik heb in afgelopen herfst ook een griepprik gehaald. Mm. Ik heb daar ook in essentie niks tegen. Ik zie ook wel informatie zo. Maar er is nog veel meer. Er zijn ook heel veel onderzoeken die aantonen dat bepaalde vaccins hartstikke veel schade aanrichten. Ja. Mexicaanse griep, sterk voorbeeld. Ja. Ja, kindervaccins, er zijn allemaal onderzoeken naar. Wordt allemaal stilgehouden. Ja, maar in de derde wereld zijn er wel grote schandalen geweest met WHO-vaccins. Ja, die allemaal afgekocht dat zijn. Dat gaat allemaal aan het licht komen. Ja. Dat gaat allemaal aan het licht komen. Ja, ja, ja. Nou, en een deel is al wel aan het licht gekomen. Ja. Ja, maar het wordt nog redelijk stilgehouden. Ja. En we hebben klokkenluiders nodig. Ja. Nou, zaterdag hebben we er eentje op het podium staan, Nelleke Bakker. Ja. Ja, die werkte dus bij het RIVM. Ja. En die zag dat onrecht en die spreekt zich nu uit. Ja. Nou, wij roepen
meer mensen op bij het RIVM, bij de media, in de Tweede Kamer. Sta op en spreek je uit, want heel veel mensen hebben wel een onderbuikgevoel. Dit kan echt niet, dit klopt echt niet. En heel veel mensen kijken nog een beetje weg van, ja, dat kan toch niet, zal toch wel, we moeten toch vertrouwen houden. Ja. Maar het bizarre maar, is ook dat het doorgedouwd moet worden, moet en zal worden. Ja. Terwijl natuurlijk al lang bekend is dat er een werkend medicijn is tegen, of een werkende kuur tegen, ja, tegen die andere corona. Andere landen gebruiken dat gewoon al en dat is gewoon de oplossing tegen de hele COVID-19-situatie. Ja. Maar wordt allemaal stilgehouden. Kijk, het heeft zoveel, het stinkt gewoon aan alle kanten. Wat het heeft zoveel tekenen van een vaccinkartel op zijn minst. Ja, dat op zijn minst, ja. Wat ik jou wil voorleggen, hè, want er was, in maart kwamen ze gelijk met, met dat idee dat we een groepsimmuniteit zouden gaan opbouwen. Op het hoogtepunt van die griepgolf, die super dodelijk was. Ja. Op zich wel. Ja. Alleen het was toen natuurlijk waanzinnig, hè? Want die griep die greep op zich om zich heen en niemand wist wat er precies mee aan de hand was, behalve een paar mensen. Maar in de winter is de weerstand laag, dus die griep is veel dodelijker. Ja. Nu zit iedereen buiten, heeft hoge weerstand, veel vitamine D en we zijn ons ook bewust geworden dat je veel supplementen erbij moet slikken om gezond te blijven. Ja. Die griep is weer aan een soort tweede uitbraak bezig, zeggen ze. Dat weten we eigenlijk niet eens, omdat er ook heel veel meer gemeten wordt, getest. Mm. Maar goed, dat beweren ze dan. Dan zou het toch eigenlijk een veel logischer idee zijn om juist nu die groepsimmuniteit te gaan opbouwen in de zomer. Omdat er vrijwel geen mensen überhaupt in het ziekenhuis belanden met die griep. Ja, prachtige statement die je daar maakt. Ja. Waarom zijn de krantenkoppen nu niet? Nederland bouwt stapsgewijs groepsimmuniteit op. Ja. Supermooie kop. Positief, blij. Jongens, eindelijk. Man. We zijn stap voor voorzichtig van deze ellende aan het afkomen. Ja. Zonder dat de doden vallen. Oh, wat fijn. Ja. Dat kan ook een kop zijn. Ja. En er komt niemand in het ziekenhuis met die... De kranten staan vol over dat er een tweede golf is. Ja. Nou goed, het zal wel. Dat kan wel. Maar de ziekenhuizen zijn leeg. Er komt vrijwel niemand wordt er opgenomen. Dus we zijn... juist nu is het moment om die antilichamen op te bouwen. Ja, ja, het is heel vreemd wat er gebeurt. Dat, het lijkt een uitbraak. Het lijkt een epidemie in opkomst. Ja. Dat is trouwens ook een ding wat in de spoedwet staat. Om daar nog even op terug te komen. Ja. De minister kan al dit soort dingen dan doen straks in die spoedwet... bij een epidemie, dus niet eens een pandemie, maar bij een epidemie... Mm-hmm. of bij de dreiging van een epidemie. De dreiging. En dat is dus hun inschatting. Ja. Nou ja, als je dan kijkt hoe zij te werk gaan... Ja. ze gebruiken een PCR-testmethode... die gewoon helemaal niet geschikt is om dit virus te signaleren. Weet je, het moet daarna op kweek gezet worden. Ja. Gebeurt helemaal niet. Ja. Ze zien een restje van een string of van een stam... en oké, dat is besmetting. Ja. Nee, dat is de waanzin ten top. Dus de dreiging kun je zelf creëren door heel veel testen te doen. Ja. Of je nou te goede of te kwade trouw handelt... Als dit het niveau is waarop er met onze samenleving wordt omgegaan... Mm-hmm. dan zeg ik, je moet je diep schamen, op zijn minst. Je moet maken dat je wegkomt uit die Tweede Kamer. Je mag de leiding niet meer hebben als dit jouw niveau is... van hoe je met dit soort dingen omgaat. Ja. Want dan hebben we straks een dreiging van een epidemie. En hoppatee, de minister mag besluiten... die sectoren gaan dicht, die publieke ruimtes gaan dicht. Demonstraties mogen natuurlijk niet meer, want dat vinden ze helemaal niet fijn. Mm-hmm. Dat we tegen de grote vader overheid ingaan. Ja. Ja, hallo, wij betalen jullie salaris. Ja. Jullie werken voor ons, niet andersom. Dat de hele idee van een dienstbare overheid is verdwenen. Het zijn echt allemaal machtspotentaten. Ja. Van boa's die winkels komen sluiten met hun 6 avonden cursus aan... Nou, daar hebben we zaterdag misschien ook een spreker van op het podium. Okay. Dus echt een, dan begint echt een plaag te worden. Want die boa's die worden breed ingezet voor dit soort NSB-praktijken. Ja, nou ja, ik wil van dat soort termen nog vandaan blijven. Kijk, dat is een invulling en dat is een emotie die mensen... vast wel krijgen hierbij, maar laten we het gewoon vooral bij de feiten houden. Mm. En, onze missie is om mensen in het land bewust te maken. Hè? Kijk, we spreken ons uit richting de overheid, richting het RIVM, richting de media. Maar we doen het ook vooral om mensen bewust te maken van jongens, kijk nou alsjeblieft mee. Mm. Want dit gaat ook over de veiligheid van jouw kinderen. Jij gaat ook straks dat vaccin wellicht nemen, terwijl je gewoon niet eens weet wat daarin zit, wat het voor bijwerkingen kan hebben. Ja. Je weet niet wat het allemaal met de vrijheden doet. De grondrechten worden ingeperkt. Zonder dat er concreet wordt vermeld
wat die inperking precies is, onder welke voorwaarden. Het is een carte blanche. Het is soms, dat dit in Nederland gebeurt, soms moet ik echt even knijpen van, hè? Ja, hè? Ja, maar het is gewoon Nederland. Ja. Het is geen Noord-Korea, dit is Nederland. Ja. Ja. Ja, af en toe is het heel onwerkelijk. Ja. En, kijk, ik weet, we gaan hier uitkomen, want het is te zichtbaar, te doorzichtig. We gaan hier uitkomen. Ja. Alleen de manier waarop is aan ons, aan de mensen nu, om te manifesteren. Ja. Hè, hoe gaan wij hier doorheen komen? En ook voor de mensen. In die idee zou zijn, van die boa's die zijn nu winkels aan het sluiten, zoals een supermarkt in ergens in het oosten van het land eergisteren. Ja. Maar je zou natuurlijk ook gewoon met het hele dorp om die supermarkt heen kunnen gaan staan. En zeggen van, dit laten we niet gebeuren. Ja, dat gaat gebeuren. Dat soort dingen zullen vast gaan gebeuren. Ja. Want mensen pikken dit niet. Nee. Als mensen weten wat er gaan is. Ja. Als mensen weten wat de wet zegt. Ja. En dat dat niet overeenkomt met wat de overheid zegt. Mm-hmm. Nou, wat is nou leidend? En stel mensen die in onze dienst is en die van alles blaten wat telkens niet waar blijkt te zijn. Of houden we ons aan de wet? Nou, als mensen dat bewustzijn gaan krijgen, dan gaan ze inderdaad om die supermarkt heen staan. En, precies. Ja, dat ga je krijgen. Ja. Maar laten we nou alsjeblieft voorkomen dat er echt wrijving ontstaat en frictie. Want niemand zit te wachten op een hetze. Ja. Dus daarom zijn we ook bezig met de bewustwording van jongens, kijk mee. Ja. En wat ik ook mee wil geven aan de mensen, van deze fase gaat voorbij. Ja. En hoe wil jij hierop terugkijken, wat jouw rol was? Wat heb jij gedaan? Heb je weggekeken? Of ben je opgestaan voor onrecht, om daar tegenin te gaan en voor onze vrijheden en voor de veiligheid van kinderen en mensen en je naasten? Mm. Dat is wat hier aan de hand is. Hoe kijk jij terug straks op deze periode? Ja. Ga jij zaterdag naar het Malieveld? Ja. Laat jij je zien? Of ga je wegkijken? Ga je lekker je keuken verbouwen? Of je denkt, ik geloof het allemaal wel. Ja, wat heb jij gedaan voor het leven van je kinderen? Ja, precies. Ja. Weet je? En dat is ook hoe ik er zelf in zit. Tuurlijk, ik doe het ook voor mijn naasten, maar ik doe het, denk ik, vooral voor mezelf. Weet je, hoe ga ik hierop terugkijken? Ik heb dat heel mijn leven al een beetje gehad van, bij grote keuzes in je leven, wat moet je kiezen? Soms weet je het gewoon niet. Nee. En als ik me dan inbeeld van, hoe wil jij vanuit je sterfbed hierop terugkijken? Ja, dan vallen zoveel dingen weg. Ja. En dan weet je gewoon ineens heel duidelijk wat de juiste keuze is. Ja. En dat wil ik de mensen ook echt meegeven. Van, hoe ga je hierop terugkijken vanaf je sterfbed straks? Ja. Weet je, dat moment komt. En ga jij gillend naar die witte stip straks, van shit, ik heb mijn leven, ik had dit moeten doen, dat moeten doen. He, mensen hebben vele ergere spijt van dingen die ze niet gedaan hebben dan dingen die ze wel gedaan hebben. He, dus sta op, spreek je uit. Je hoeft niet bang te zijn. Er is niks om bang voor te zijn. We zijn met tienduizenden. Dus de bewustwording is zo groot inmiddels. Er is zoveel onrecht. En we kunnen elkaar zo bekrachtigen. En kijk om je heen. He, er zijn zoveel mensen aan het wakker worden. En er is helemaal niks om eng voor te zijn of bang voor te zijn. Werken bij het RIVM, in de Tweede Kamer, bij de media. Spreek je uit. Ga op zoek naar echte feiten en breng het aan het licht. Wil je hoofdredacteur niet plaatsen? Ga maar op zijn deur bonzen. Vraag maar waarom. Zeg maar dat jij het oneerlijk vindt. En anders neem je maar ontslag. Ga je bij Blue Tiger werken? Gaan we die vrije media opschalen? Altijd. Ja, nou ja, goed. Ja. Daar werken natuurlijk heel veel mensen in het land aan. Dat de opzet van vrije media, nieuwe media. Ja, dat is echt als. Dat begint heel leuk te worden nu. Ja. En dat is niet voor niks, weet je, die behoefte is er. Ja. 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 Nee, dat klopt. Even kijken, wat is het programma zaterdag? Dat is heel leuk. We hebben een eerste spreker, dat is een oud politieagent. Dus die zal daar ook vanuit zijn achtergrond daarover vertellen. Ja. Ook als oproep naar alle mensen die dienst hebben die dag. Van jongens, dit gaat over ons land, wat van ons met z'n allen is. Ja. We willen hier een vreedzame, eerlijke samenleving hebben. Dus dat zal de eerste spreker zijn. Dan hebben we een aantal sprekers die vanuit de vaccinhoek over het RIVM praten. Waaronder Nelleke Bakker. Ja, door Frankema, Annemarie van Rij. Dan hebben we ook Jeroen Pols, die over de spoedwet zal praten. Oké, juridisch. Ja, vanuit juridisch hoek. We hebben Merel Bogaert. Die zal spreken onder andere over de PCR-testen. Ja. Want een afwijking is dat het gewoon totaal, ja, ik weet niet wat voor woorden ik eraan moet geven, maar het is gewoon ongeschikt om hiervoor te gebruiken. En alles wordt daarop gestuurd, weet je. Ja. Come on. Testen. Ja, het is niet te geloven. Ja. Wat een amateurisme, om het nog maar zacht uit te drukken. Mm-hmm. En dan hebben we Sven Hulleman. Kijk.
Die zal komen. En Sven is, nou ja, iedereen weet het wel inmiddels, denk ik, zo'n beetje. Geloof niet zo in demonstraties. Zo sta ik er zelf eigenlijk ook in. Maar dit voelt anders, dit is anders. Dit is ja, het moment. Dit is echt het moment. Maar het gaat toch ook eerst om mensen samen te brengen, niet om te demonstreren. Dit is toch, ja. Dit is toch gewoon, dit doen we met z'n allen. We doen met z'n allen elkaar bekrachtigen, verbroederen en verzusteren. Ja. En samen bedenken van oké, wat kunnen we nou nog meer doen? Want op het Malieveld tegen de grassprietjes staan schreeuwen. Daarom. Bereik je niet veel meer. Nee. Dus dat is ook niet het doel. Mm-hmm. Het gaat er ook om de mensen op een juiste manier te bekrachtigen. En van juiste informatie te voorzien. Ja. Dat zij dat ook weer aan hun naasten kunnen vertellen. Nou, wat is juiste informatie? We zeggen altijd tegen mensen, doe je eigen onderzoek. Neem niks zomaar aan. Ga niet zomaar blind achter iets of iemand aanlopen. Dat is hoe wij er allemaal ook in staan. Van, weet je, kom op, je bent je eigen leider. Je hoeft niet een andere leider te volgen. Ja. We zijn allemaal onze eigen leiders. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen mening en hoe wij ergens in staan. Je kan je niet zomaar verschuilen achter iets van, oh, mijn baas zegt dit. Of die politieke leider die ik volg zegt zus. Mm-hmm. Zo werkt het niet. Dat is je eigen leiderschap weggeven, je eigen verantwoording weggeven. Ja. En het is echt tijd dat mensen daar bewust van worden, zelf leiderschap en verantwoording nemen. Anders gaan we hier niet uitkomen. Nee je moet. En na Hulleman? Na Hulleman wordt het afgesloten door Sander Compagne van de andere krant. Ja. Dan zullen ook een aantal actiepunten ook naar voren komen. Ja. Zoals brievenacties en rechtszaken die we gaan starten. Ja, mooi. Ja. En de week daarna hebben we met onze broeder-zusterorganisatie een tweede demonstratie. Ook samen voor de vrijheid. Alle groepen weer samenkomen. Ook weer op het Malieveld. 23 augustus. Wij hebben een fundingcampagne op GoFundMe. Als je zoekt op Dag van Verbinding, kijk, dan vind je onze campagne. Ja, zullen we de link in beeld brengen? Ja, dank je. Die campagne wordt doorgetrokken ook naar de 23e, naar die demonstratie. Ja. Wij hebben ons streefbedrag hebben we al lang opgehaald. Mooi. Ging als een trein. Je ziet ook hoe mensen bewust zijn van, ja jongens, echt handen uit de mouwen nu. Klaar met elkaar linkjes sturen. Dat is een beetje van je eigen verantwoording van je afschuiven. Van, hier doe jij er wat mee. Ja. Nee, wij gaan het nu samen doen. Zelf, hè? Eigen leiderschap, eigen verantwoording. Dus je ziet dat mensen in dat bewustzijn komen van, oh shit, we gaan het zelf doen. Dus doneren en hop, samen handen uit de mouwen. Mooi. En dus dat bedrag hebben we al opgehaald. Ja. Nou, dus we hebben extra geld om andere acties op te gaan zetten. Een van die andere acties is dus een week later, de 23e. Dus die campagne wordt doorgetrokken. En mensen die nu nog blijven doneren, doneren dus ook voor die vervolgacties. Kijk, ja. Nou, mooi. Ja. Fantastisch. Dankjewel, Ferdinand. Ja, jij ook bedankt dat ik hier mag zijn. Ja, dat is interessant. U hoort het goed. Doneren, kom zaterdag naar het Malieveld en volgende week zaterdag ook. U kunt lokaal acties opstarten tegen het sluiten van winkels en dergelijke. Doe dat vooral met uw dorpsgenoten. Dat is allemaal heel nuttig, want het moet niet zo zijn dat de economie kapot wordt gemaakt door allerlei maatregelen van bovenaf. Bedankt voor het kijken en abonneer je op dit YouTube-kanaal voor de volgende updates en video's. Volg ons op Facebook en Twitter. En u kunt ook doneren aan De Blauwe Tijger. En die link vindt u ook hieronder. Tot de volgende keer. We'll be right back.
We'll be right back.